Goeiedag, beste Pancasilat grootmeesters, waar jullie ook mogen zijn. Welkom in mijn programma Facebook, My True Pancasilat Story Since 1970. Dit is aflevering 20 van mijn serie, mijn biografie levensstijl, Pancasilat levensstijl. Sinds 1970 tot heden. En daarvoor, in 1964, toen we nog in de stad Surabaya woonden. In dit verhaal wil ik u iets vertellen over een van mijn beste vrienden, namelijk Pieter Zoot. Misschien kunt u nog herinneren van mijn vorige aflevering en ook in vele artikelen die ik had geschreven over hem, niet alleen maar over Pancasilat, maar ook over Christen en dergelijk, want Dieter Zoot was niet alleen maar een goede Pancasilat street fighter, maar hij was ook goed bezig en een deskundige op het gebied van Chris. Jammer dat hij jong was gestorven vorig jaar in zijn woonplaats in Lelystad. Ik kende Dieter Zoot meer dan 40 jaar en hij was heel zeer goed bevriend met mij. Hij kwam vaak in Zeist. Hij woonde destijds in Nijmegen. Daarna ging hij verhuizen naar Groningen. En vorig jaar verhuisde hij naar Lelystad, naar zijn nieuwe woonplaats in Lelystad, waar hij in dezelfde stad overleed. Dieter Zoot en ik hadden in 1983 een Pancasilat groep opgericht. Dat was eigenlijk meer een groep die meer gericht op straatvechten, street fighter Pancasilat groep, onder de naam van Nurja, Stiahati Nurja. Nurja is een afkorting van Nusantara Jaya. Dus onze club had toen de naam van Stiahati Nusantara Jaya, afgekort met Nurja. Wij trainden heel vaak. Onze zaal was in Vollhoven, in de stad Zeist. Wij trainden in een clubgebouw, als ook buiten in de bos, in Denzelbos, Bisdom in Zeist. De training was zeer extreem, super hard. Ik wil iets vertellen over die training, wat we in het buiten doen, in de Denzelbos. Wij trainen bijvoorbeeld tijgen in de modder. In de winter gingen wij ook op blote voeten trainen. En wij doen heel vaak nachttrainingen en nachtgevechten. Ik train de jongens heel goed vechten. 1 tegen 1, 1 tegen 2, et cetera, et cetera. En ik weet heel zeker, en ik kan u verzekeren, dames en heren, beste Pancasilat grootmeesters, dat onze groep destijds in 83 tot 85, helaas was het een korte periode, was een van de beste Pancasilat street fighter groep van Europa. Een van de beste. Want wij trainen extreem hard. En wij trainen soms 4-5 keer in de week. Dus het waren een gemotiveerde groep. Maar helaas, onze groep duurde alleen maar 2 jaar. Van 83 tot 85. De jongens gingen
daarna op hun eigen weg verder. Sommigen hadden geen zin meer om te trainen. Sommigen hadden hadden relaties met vriendinnen. Waren serieus bezig met hun vrouwen. En zodoende zijn onze groep uit elkaar in 85. Maar ik en Dieter Soort ging verder met de training en ook met de crisis. Zoals ik u vertelde in mijn vorige aflevering op deze pagina's, Facebook, dat Dieter en ik was de eerste die aura-behandeling doet met de kris in Nederland, in 83 was dat. Aura magnetiseren met de kris. Dus dat hadden wij ook Pache Teufnet uit Arnhem, Dieren Arnhem, gevraagd om een gezamenlijk project met ons aan te gaan. Maar hij had geen zin, ik weet niet waarom. Maar uiteindelijk waren wij alleen, wij zijn met tweeën bezig met de CRIS-project. Het duurt niet lang ook. Het was een experiment destijds. En het was het eerste project, CRIS-project in Nederland, misschien wel in Europa, op het gebied van het CRIS magnetiseren met de CRIS. In dit korte video laat ik u ook zien een paar momenten, fragmenten uit een fotoverhaal die wij destijds hadden in Zeist in 83. Ik hoop hiermee een stukje verhaal te mogen presenteren aan u over een van mijn beste vrienden, Dieter Soort. Er zullen ongetwijfeld meer series komen. Dat had ik u beloofd in mijn vorige aflevering. Niet alleen over Dieter Soort, maar ook over andere mensen, vrienden van mij. Over andere Pancasilat groep. Volg mij. Zowel op mijn Facebook als ook op mijn YouTube. En blijf mijn artikelen lezen, want het zijn allemaal goede dingen, goede verhalen. Het zijn geen fabeltjes, dames en heren, beste plekkers, maar het is goed om te lezen en goed om te kijken. Bedankt.